Sander, gefeliciteerd. Details moesten vandaag de beslissing brengen. Ja, het was een wedstrijd die inderdaad alle kanten op kon. Hè. Op een gegeven moment nam Knopen zeg maar, in de tweede helft de voortouw. De eerste helft vonden wij een beetje te bescheiden voetballen. Ging gelijkwaardig op nogmaals. De tweede helft, wat zei op een gegeven moment, de eerste fase de boventoon lopen uit naar 3-1. En dan denken heel veel mensen dat het gelopen is. Alleen onze ploeg heeft de laatste tijd zeg maar, behoorlijk laten zien dat we veerkrachtig zijn. De rug gerecht en twee goede goals gemaakt. Ja, met 3-3 in alle eerlijkheid kon het beide kanten op. En vandaag waren wij de gelukkigste. Terwijl je nog niet eens met je sterkste formatie aangetreden was. Want Amir Molkereis herstellende van een knieblessure. En Mossoui geschorst onder andere. Nee, maar goed, nogmaals, andere jongens zijn vandaag in ieder geval opgestaan in de zin van keihard werken. Echt voor het team. We hebben de speelstijl ietsje aangepast, maar zonder dat de kwaliteit daar zeg maar, minder van werd. Dus nee. Die vandaag uit het vuur hebben gesleept. En met de wetenschap dat Amir op de weg terug is. En Karim natuurlijk maar met één wedstrijd schorsing volgende week ook weer mee mag doen. Ja. We hebben vandaag ontzettend goede zaken gedaan voor de stand. Maar nogmaals, dat is de stand. Dat is de stand. Maar over een aantal weken dan sta je hier weer in de Sporthallen Zuid. Dan ook weer tegen een knooppunt. Half finale beker. De kortste weg naar een prijs. Nou ja, dus eens nogmaals in alle eerlijkheid. We hebben nog niet eerder van een knooppunt. Tijd ook heel weinig van ze verloren. Dus we zijn erg aan elkaar gewaagd. En vandaag hebben wij het een tikje uitgedeeld in de zin van dat wij de punten pakken. Nou, als je dat in Amsterdam kan doen en je moet over 2 weken hier naartoe, dan is dat wel lekker. Nou heb ik geen voorspellende gaven, maar ik denk zomaar dat het een heel mooi seizoen voor Overkubel gaat worden. Nou ja, als ik heel eerlijk ben, ik vind het al een heel mooi seizoen. Het is een heel apart seizoen, hè, want ik vind ook dat andere ploegen ook heel erg verrassend spelen. En het is best een bijzonder seizoen al. Maar Knooppunt is gewoon een ontzettend goede ploeg. Ik denk dat wij een ontzettend goede ploeg hebben. Er zijn altijd weer verrassingen. Vorige week werden wij verrast door TPP met ongelooflijk veel, veel passie vanuit hun kant. Dus elke week finale en uiteindelijk zal ergens een beetje eind mei de stofwolk gaan optrekken en kijken wie dan de winnaar is.